In Moordrecht staat een oude kroeg, een restaurant en een slijterij in de Dorpstraat, het Posthuis. In 2011 is het definitief gesloten. En sindsdien maken de bewoners zich erg zorgen van wat gebeurt ermee. We hebben ook eerder een interview gedaan met moordrechtenaar Cor Laurier, bekend bij de wethouder. Zeker. Die het de steenpuist noemde van de Dorpstraat. Wethouder Hoordijk, de steenpuist van de Dorpstraat. Nou, dat ben ik dus. Ik ben het niet altijd met meneer Laurier eens. En dat mag ook, want hij is het ook niet altijd met mij eens. Maar hier zijn we het natuurlijk wel over eens. Dit is natuurlijk de steenpuist in Moordrecht. Je kan het ook de etterende wond noemen. Het ziet er natuurlijk niet uit. Dat is natuurlijk helder. Dorpsstraat van Moordrecht is beschermd dorpsgezicht. En dan dit. U noemde al wat het vroeger allemaal was. Nou, het was vroeger ook nog een bioscoop, heb ik ondertussen begrepen van mijn moeder. Want die zat ik van het weekend en toen hadden we het er ook zo over. En zei, ja, vroeger ging ik daar naar de bioscoop. Ja, dat wist ik niet, maar zo kom je achter dingen. Het zou natuurlijk echt fijn zijn als daar nou eens iets positiefs zou gebeuren met betrekking tot dat posthuis. Er zitten twee kanten aan het posthuis. Hè. Noem het maar even de kant ontwikkeling en de kant handhaving. Ja. Mensen maken zich vooral druk en vinden dat wij onvoldoende handhaven soms. Nou, ben ik niet helemaal met ze eens. Daar wordt wel degelijk gehandhaafd en op basis van die handhaving zijn er ook acties geweest. Er zit nu nog een gat in het dak. Dat moet natuurlijk dicht. Nou, er zijn wel ontwikkelingen, want er is een nieuwe eigenaar. Ja. En daar hebben we gisteren een gesprek mee gehad, een goed gesprek mee gehad. En die eigenaar die wil echt wel tot ontwikkeling komen. En die is ook bereid om met omwonenden in gesprek te gaan op een informatieavond. Dus met ons in gesprek en met omwonenden in gesprek. We hebben hem wel verteld van, goh, je hebt een pandje gekocht. Daar zit nog wel een handhavingsdingetje op. Een last onder dwangsom is opgelegd aan de vorige eigenaar. Besef wel dat jij daar nu van bent. Nou, dat beseft hij nu. Ja, dat vond hij wel even jammer te horen, maar dat beseft hij nu. Dus hij heeft ook gezegd van, joh, daar zal ik actie op ondernemen. Nou, dat bewaken wij natuurlijk. En ja, voor de rest moeten we dan tot een plan komen. Ja. Wat best wel lastig is, want we hadden het net over andere binnendorpse ontwikkelingen. Ja, dit is wel heel erg binnendorps natuurlijk. Ja, hè? Het zit in een dijk. Het zit nogal klem tussen een andere bebouwing. Die straat erachter is ook niet echt breed. Dus het is best wel moeilijk om daar iets te ontwikkelen. De buurvrouw zit er min of meer aan vast. Ik ben daar ook wel eens binnen geweest bij die mevrouw. Daar word je echt niet vrolijk van als je daar zou wonen daarnaast. Dus ik begrijp dat allemaal. En ik begrijp ook dat omwonenden zeggen, joh, er moet actie komen. Maar een aantal van die omwonenden, die zijn ook politiek actief geweest in het verleden, die weten ook wel dat het niet één op één altijd maar zo makkelijk is als dat je het lijkt. Ja. Dus we zijn nu gewoon met elkaar in gesprek. Ik ben heel blij dat we dat gesprek hebben gevoerd met de nieuwe eigenaar. Ik ben ook heel blij dat hij initiatieven wil nemen. En we gaan in een eind augustus zijn wij van plan om weer een informatieavond te houden. En de huidige eigenaar heeft ook gezegd dat hij daar graag aanwezig wil zijn. In tegenstelling tot de vorige eigenaar, die dat niet wilde. Dus al met al vind ik dat positieve ontwikkelingen. Is er over 2 maanden het posthuis weg en staan er dan mooie appartementen? Dat denk ik niet. Het zal wel iets langer duren. Maar er zit beweging in het dossier. Er zit behoorlijke druk op het dossier. We hebben een projectleider, Jeroen de Hoog, die zit er bovenop. En die communiceert ook via de website en nieuwsbrieven. En gelooft u mij, hij is lekker fanatiek op het dossier. Maar, moet ook eerlijk zijn, tijdens een van de vorige bijeenkomsten vroeg iemand uit de zaal, waarom gaan jullie in zee met deze meneer? Het was dan de vorige eigenaar. Ja, heel simpel. Omdat die eigenaar van het pand was. Ja, en heel makkelijk zeggen, joh, onteigen het maar en dit en dat. Dat is echt iets complexer dan dat sommige mensen doen voorstellen. Maar goed, er moet natuurlijk kijken hoe je kan bouwen binnen het bestemmingsplan. En dat heeft u wel aangegeven. Ik wil kijken of ik kan bouwen binnen het bestemmingsplan wat er nu ligt. Dat is een heel vertraagd project eigenlijk dan gaat voorkomen. Ja. Ik ben heel benieuwd. Het weet het leeft heel erg in Moordrecht. Ik krijg er ook veel mailtjes binnen en dat is reden. Ik heb van de week ook de raadsleden die er inmiddels het dossier niet meer loslaten gesproken. Een spannend dossier, meneer. Bedankt voor uw tijd. Laten we zeggen, het heeft de aandacht. Ja. Kijk, we hadden het net over een groot project, het vijfde dorp. En dit is eigenlijk maar
één pand in de Dorpsstraat van Moordrecht. Maar eigenlijk hebben het allebei net zoveel aandacht. Ja, en dat is het mooie aan politiek. Sommige grote dingen, die zijn ook groot. Maar sommige kleine dingen, tussen aanhalingstekens, die zijn ook groot. Het gaat namelijk om de directe leefomgeving van mensen. Mm-hmm. En dat is belangrijk. Ja, bedankt voor deze aanpak. Dank je.